Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En deze video staat helemaal in het teken van het thema, onrust, chaos in je hoofd, druk zijn, chaos, onrust. Alles door elkaar, dat je helemaal gek wordt, dat je niet zo goed weet wat je moet doen. Ik heb dat namelijk ook heel erg vaak. Maar ja, hoe doe je dat dan rustig aan? Stress, alles is niet goed. En ik wil eigenlijk een paar methodes en dingen met jullie doorspreken. Of delen eigenlijk, die ik dan gebruik, die mij helpen. Eén daarvan is mediteren. Eigenlijk doe ik hem nog te weinig. Maar mediteren helpt gewoon om jezelf even helemaal kalm te krijgen, rustig te maken. Ik doe dat het liefst met geleide meditaties, omdat ik in mijn eentje... Bij werkt dat gewoon niet, want dan gaan al mijn gedachten door elkaar en dan helpt het niet. Dus ik gebruik daar een paar apps voor. Waaronder de app Omvana. Volgens mij heet die Omvana. Ik zet het even in beeld. Deze apps gebruik ik. Die zijn gratis. En natuurlijk als je meerdere wil doen, dan moet je dat bijkopen en lalala. Maar goed, er zijn een heleboel gratis die je kan doen. Bij de Omvana app vind ik de geleide meditatie, de 6 steps, zet ik ook even in beeld. Die vind ik heel erg fijn. Duurt 20 minuten, maar ja, zorg wel dat je je weer even goed voelt. Nou is mediteren natuurlijk niet alleen maar zitten op een yogamat of op een kussentje en alleen maar zo doen, hè. Eigenlijk is het ook allemaal hetzelfde. Gaat het gewoon om het bewustzijn, om het hier en het nu zijn. Ik bedoel, je kan het zeggen onder mediteren, je kan het plaatsen onder mindfulness, je kan het plaatsen onder nou wat... Heb je nog meer in de wereld? Ik zit niet voor niets op een yogamat. Ik doe elke dag, en dat doe ik eigenlijk al sinds half januari 2016, iets meer dan een jaar dus, doe ik elke dag yoga. En dat helpt mij gewoon heel erg om even ten eerste goed de dag te starten, even alles op te warmen, of nou ja, op te warmen, gewoon even alles uit te rekken en zo vind ik heel erg fijn. En het helpt me dus ook een soort van, ja, dat is eigenlijk een kleine meditatie voor mij. Wat ik ook heel erg fijn vind, heel erg helpt, ook in allerlei onderzoeken is bewezen, is wandelen in de natuur. Als je een half uur per dag wandelt, dan kan je echt al je stressniveau zakt als een malle en al je negatieve gedachten en zo worden ook heel veel stukken minder, omdat je gewoon omringd bent door natuur. Super fijn. Maar zorg dan wel dat je echt even in de natuur bent en niet zomaar in het Vondelpark, want ik merk daar bijvoorbeeld dat ik daar echt niet... mijn stress kan laten zakken omdat er a. heel veel toeristen zijn, b. gewoon heel veel geasfalteerd is en echt niet zo dicht alles op elkaar staat. Dus zoek een stuk natuur uit wat dat wel heeft en ga gewoon lekker een half uur wandelen. En als je wandelt, wees dan ook echt bezig met de natuur. Ik bedoel, voel je voeten onder de grond, voel hoe warm of koud de temperatuur is, of het waait, wat voor kleuren je allemaal ziet, of je bloesem ruikt. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. Want hoe meer je dat doet, hoe meer je echt in het moment bent. En dat is natuurlijk het belangrijkste en dat wat we willen. Wanneer heb jij voor het laatst met je blote voeten in het gras gestaan of gelopen? Het is namelijk heel goed voor je voeten en voor je hele lichaam om af en toe even of een stukje op blote voeten te lopen of lekker gewoon door het gras te struinen. Dan kom je namelijk echt even met je voeten letterlijk op en in de aarde en dat is heel goed voor je. Maar goed, nu terug naar de studio. Als je een dag hebt of meerdere dagen of als je op kantoor zit en je moet van meeting naar meeting en ja, je raakt jezelf eigenlijk een beetje kwijt en je weet op een gegeven moment ook niet meer wat je moet doen. Dan is het handig om even naar een plek te gaan waarin je niet gestoord wordt voor 1 of 2 minuutjes. En dat is meestal de wc. Ja, dat klinkt misschien een beetje stom. Misschien heb jij op je werkplek of bij je werkplek ook wel een hal waarin niemand komt of een gangetje waarin je even kan staan. Maar de wc is toch wel een van de ruimtes waarin je even ook letterlijk bij jezelf kan komen. Ik zou zeggen, haal dan even gewoon 1 of 2 minuten adem. Desnoods kan dit ook op een geleide manier. Er zijn ook heel veel meditaties die gewoon 1, 2 of zelfs 3 minuten even ademhaling oefeningen doen. Dan kan je gewoon weer even tot jezelf komen. Kan je even zien wat de volgende meeting is, wat je daarvoor moet doen. En dan ben je weer helemaal good to go. Aan het eind van de dag vind ik het altijd fijn om even weer alles van de dag af te schudden of zo. Wat heel erg helpt is dan ook om een douche te nemen en om letterlijk even alles van je af te laten stromen en in het doucheputje te laten wegvaren. Dat helpt letterlijk heel erg. Wat ook fijn is om weer even een soort van momentje te pakken. Ook weer op een app zoals bijvoorbeeld deze. Ik doe dan de Bodyscan. Die duurt 8 of 10 minuutjes. En dan kom je weer even tot jezelf. En toen was de zon ineens gaan schijnen, wat natuurlijk voor mijn video even iets minder is, maar ik zie niet echt een wolk komen. Dus ik denk dat jullie het maar zomaar even moeten doen. Nou gaan we weer even terug naar de natuur, want dat vind ik wel een mooi afsluiten. Komt-ie. Ja, daar zijn we weer. In het prachtige Rembrandtpark in Amsterdam. Jullie geloven nooit wat ik zie. Is it? Is it? Is it really? Is it? Yes! Kijk nou. Een schildpad. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk heb je er iets uitgehaald en kan je wat tips gebruiken om je eigen hoofd een beetje rustiger te krijgen. Als je het nou leuk vindt, doe natuurlijk even je duim omhoog en abonneer je op mijn kanaal. Daar help je mij heel erg mee. En het is gratis, dus ik zou zeggen, gewoon doen. Dankjewel en tot de volgende keer. Doeg!